Ik ben Anna en ik zoek een baan. Nou, ik ben Miet en ik heb een baan. Nog een leuke, hardwerkende, heel goed afwassende, zeer gemotiveerde collega nodig? Ik beloof je, ik zal mijn fooi en de knapste klanten met je delen. Ik zeg meteen ja. Mooi. Waar liggen die lelijke schorten? Nou, voordat we aan de slag gaan, moeten we wel even toestemming van de baas hebben. Oh, laat me raden. Een man en een moeilijk exemplaar. Zit je aan de grond? Mijn vader heeft de geldkraan dichtgedraaid. Sta je op straat? Nee joh, ik woon nu bij mijn oom en tante. Het is geen probleem, maar rode kool en sudderlapjes, dat gaat vervelen. Ik wil leven. Uit eten, stappen, shoppen, leuke mensen ontmoeten. Ja, en dat kost geld. Nou, daar zal je het moeilijke exemplaar hebben. Hoi. Hoi. Ik ben Anne en volgens Wiet moet jij genomineerd worden voor baas van het jaar. En jij zit in de jury. Helaas niet, maar als je mij aanneemt, heb je er een stem bij. En een werknemer die genomineerd kan worden voor werknemster van het jaar. Zo, zo. Jij bent zeker van je zaak. Ja, ik heb 3 jaar in een 5-sterrenhotel in Dubai gewerkt. Je mag de referenties checken. Ja, ik wil er best inwerken, hoor. Ik heb net even met haar gepraat en zij weet waar ze het over heeft. Helaas, ik heb een vacatures open. Volgende week is die tentoonstelling. Er komen hartstikke veel mensen. Ik heb geen zin om nog meer extra diensten te draaien. En als je ons twee achter de war zet, dan wordt het hier zo druk dat je nog meer personeel moet inhuren. Nou, vooruit. Je mag een maand proef draaien.